Leuke achtergrond, zo helemaal wit. Wauw. Kijk, dit ziet er al een stukje beter uit. Een stukje beter. Ziet er niet uit, kan echt. Ja? Nee. Oh? Nee, en dat mag je lekker zelf doen. En dan markeert toch niks aan je handjes, of wel? Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 13 april 2023. En het is nu bijna 1:15 in de middag. Ja, ik zit in de auto zoals jullie kunnen zien. En ik sta dus bij de dijk in Den Helder. Ja, waar anders. En de Tesselse boot komt er ook weer aan. Ja. En ik heb Roderick ook aan de telefoon. Helemaal gezellig. En ja, wat ik allemaal ga doen vandaag, ik weet het niet. Ik ben een beetje gedachteloos om hier in Den Helder te gaan filmen. Geen idee. Misschien dat ik zeearts echt ga spotten vandaag. Gewoon echt alleen maar zeearts. Is leuk. En misschien dat mama nog mee wil. Geen idee. Dus dat zou ik ook wel leuk vinden. Gewoon eigenlijk zeearts spotten. Kijken waar en waar zeearts zijn. En die lekker op en op de vlog flikkeren. Dat is grappig. Seat zoeken. Ja. Maar dat zie ik nog wel even. Ik ga ook zo even kijken of mama wakker is. Zo niet, dan heb ik pech. En dan ga ik zelf even kijken wat ik ga doen. Ja. En ik denk dat mama het ook wel even leuk vindt om even lekker in de auto te stappen. Geen idee. En ja, we zullen het zien. Ik heb toch maar het besluit genomen om even ergens naartoe te gaan. Nou, jullie zien dit. Mijn auto staat goed. En naast een andere Seat. Ja. Is leuk. Dus even kijken of mijn eigen vriendin er is. Dat denk ik haar wel, want als hij er is, is zij er ook. Het is hier lekker een beetje warmer. Oh. Nou, we gaan eens even kijken of ze er is, hoor. Ja, ze is er wel. Dus. Zoals je ziet, ziet mijn haar er helemaal niet uit. Nee. Echt erg, hè? Kan echt niet. Maar echt, hè? Dat is echt erg, hè? Ja, echt niet meer. Nee. Het moet anders. Ja, weet ik. Het moet helemaal anders. Ja, weet ik. En maar niet scheren, dat en dat niet. Ik wil het wel weer lang laten groeien. Maar... Ja, maar weet ik. Ja, maar dat denk je. Dat weet ik en dat je dat denkt. Zo jammer weer dit. Zo jammer weer dit. Ja, het moet wel verknippen. Ja, dat weet ik. Precies al, jongens. Ja, I know. Ik vind de buurt er nog even af. Ja, doe jij dat maar even. I know. Mijn haar zit er niet uit, jongens. Nee. Maar ja, ik ben weer bij Linda, dus het scheelt weer. En bij Miles. Ja, ook leuk. Ja. Miles die mag alleen wassen, knippen niet. En verven samen met Linda. Voor de rest niet. Nee. Knippen, dat is dus echt Linda haar vakwerk. Met mijn haar. Ja, nou. Daar gaan we dan. Daar gaan we. Lekker wassen. Lekker man. Beetje haarverzorging mag ook wel. Oh, mag, en dan mag wel een beetje warmer hoor, Miles. Lekker. Iets warmer. Zo beter? Oh, dit is lekker. Ja, dit is lekker. Oh, heerlijk. Ik hou van warm. Zeg maar. Nou, wordt altijd tussendoor even heel heet. Ja. Kan je wachten tot we die nieuwe boilers hebben? Zo erg? Nee toch? Soms wel hoor, met drukke dagen als de wasmachine aanstaat. Ja, oké, okay, dat is wel. Ja. Dit vind ik zo lekker. En kappenvlogs, die doen het altijd goed bij mij. Ja? Altijd. Oké. Okay. Altijd. Ja. Oh, grappig. En mensen zijn gewoon altijd heel nieuwsgierig denk ik, naar andere kapsels. Ja. Ja, net als mijn nicht. Ja. Ja, die vindt het ook leuk, blijkbaar.
Hè, Ramona? Ja. Oh, die vind ik zo lekker. Hoofdmassage. Laat dat nou juist altijd en door een man doen, want die hebben stevige handen. Ja, dat zeker. Maar Linda kan er ook wat van. Ja, dat weet ik. Die heeft ook een partij handjes ervoor. Ja. Nou, Mels gaat nog even lekker verder met haar wassen. Ja, en hoofdmasseren. Leuke achtergrond zo, helemaal wit. Wauw. Leuke thumbnail. Eigenlijk. Ja. Nou, ik heb nou een masker erin. Ja. Ook goed voor mijn haar, blijkbaar. Ja. Yeah. Oh, heerlijk. Nou, en zo meteen knippen. En voor de rest weet ik het niet. Nee. Geen idee. Ik niet. En jullie ook niet. Schiet weer. Kijk, dit ziet er al een stukje beter uit. Een stukje beter. Ziet er niet uit. Kan weer. Nou, hé. En bedankt. Doe eens lief tegen mij. Of zo. Ik doe ook lief tegen jou, ja? Ik doe altijd lief tegen jou. Ik doe ook altijd lief tegen mijn klant. Dit staat er wel op, hè? Dat weet je. Oh, zeker. Oh, ja, zeker. Ja. Je weet nog niet dat ik kwaad ga praten over mezelf. En ga je mij je... En ga je me doodsmoren, helemaal goed. Ik weet niet. Ja. Mm. Ja, prima. Nou, zo ziet het er nog uit. Ja. Niet. Het staat wel weer leuk, hè, zo. En nou ben je lagers aan het doen. Ja, ja, jij weer wel. Zekerst. Ja, ja, jij weer wel. Gewoon omdat ik dat wil. Omdat jij dat wil? Omdat ik dat wil. En je overlegt het niet? Nee, jij hebt gewoon niks meer te willen. Niet. Wat zielig ben ik nou weer, zeg. Nou, hè? Ja, heel zielig. Krijg je gewoon Shalom met blij? Ja. Oh, ik word gelijk gestraft, zeg maar. Anders gaat het altijd zo snel pieken bij de horen. Ja, kan echt niet. Nee, niet? Oh. Nee, kan echt niet. Oh. Hoe vaak moet ik komen dan bij je? Elke maand? Ja. Elke maand zeg zo genoeg. Alles maar voor een kopje koffie. Sadistisch. Oh, ik moet gewoon komen. Oh, elke maand. Ik hoor het alweer. Verplicht. Verplicht, oké. Okay. Wat is mij, hoor. Zo erg ben ik niet. Nee, valt gewoon zo mee, hè? Ja. Dacht ik al. Wat reizen. Ja, ik weet wie het zegt, hè? Jammer weer, hè? Ja, ja, echt, hè? Oh, ja, puntjes eraf. Ja. Het is wel eigenlijk mooi zo met dat paas en mijn eigen haarkleur zo. Het valt eigenlijk niet eens op. Ah, wel, want je wil weer wat anders. Hè? Oh jawel, want je wil weer wat anders. Niet waar, ja. Ro. Ro die vindt het mooi. Ja. Paas en groen. Ja. Ja. Jij wil weer wat anders. Ik niet, Ro. Ik kan niet, Ro. Oh, maar je wilt het wel. Ik was gewoon aan het kijken op mijn Pinterest. Niet. Om te kijken. Stiekem wil je wel wat anders. Geef een rode schuld, maar jij wil wel wat anders. Nee, rood kwam er mee. Serieus. Ja, die kwam met paars en groen. Maar jij wilde gewoon weer anders. Jij wil een apart blijven. Altijd. Jij wilt niet neutraal. Net als mijn nicht. Ook leuk. Doe het zo, hè? Hè? Doe het zo, hè? Hahaha. Grappen maken. Ja. Maak je grapjes. Niet. Thank you.
reacties op de vlog. Jack vlog. Zeg eens, Jax, wat doe je allemaal? Hé, je komt op de vlog. Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Bang wezen van Frank, als hij hierachter komt dat hij je slaapt, dan... Ja, Frank, vertel jij het eens. En wat doe jij eigenlijk allemaal in je dagelijks leven? Moet ik dat nou weer vertellen? Ja, alweer ja. Nou, vertel het eens. Kijk even twee volgens terug. Nou, dat maakt niet uit. Kijk even twee volgens terug. Ik zal een fotootje sturen, maar je komt er maar aan. Snel gewoon even twee volgens terug. Kijk, dan weet je wat ik... Hé, ho, ik heb... Wat zei je nou? Twee vlogs terugkijkt. Twee vlogs, oké. Dan weet je wat ik in het dagelijks leven doe. Nee. Je hebt nog steeds niet mijn nest opgemaakt. Moet dat dan? Ja. Nee. Oh. Nee, en dat mag je lekker zelf doen. En dan markeer je toch niks aan je handjes, of wel? En dat zeg je ook nog. Ik zal ze direct naar bed laten zien. Hij heeft handen vol. Dat heb jij gezegd. Nee hoor. Ik laat ze direct het bed zien. Echt niet? En wat doe je? Je legt zelf met je zoutzak in je eigen nest. In plaats van... Nou... Mijn bed te laten zien. Ik zal die foto wel even er eventjes in bewerken, jongens. En dan krijgen jullie dus nu zijn bed te zien. Nou, jongens, helemaal welkom. Je hebt toch een hemelbed gekocht? Ja, precies. Ja, hij is hemels. Nou. Er lag om 2 uur nog in. Zorgens of 's avonds. Net. Nog maar net, ja, ja. Dan laat je die oude dan is hier een goed bed. Ja, ja. God, wat heb ik wel gelachen om je, joh, het weekend. Ja. Om wie? Om mij? Jou. Nee, om het liedje. Ik moest gelijk aan jou denken. Welk en welk liedje? We moeten hier nog... Hey, doe eens even normaal. Ja, ik mag hier vloggen. Dat heb je toch al ja, vloggen. Okay. Dus ja. Kun je dat voortaan even melden? Nou, je ziet toch als je binnenkomt dat ik een camera in mijn hand heb. Nee. Zoals jullie zien... Gilles staat weer zich uit te sloven met frikandellen voor elkaar in. Voor de zoveelste keer. Alleen de verkeerde frikandellen. Ja. Maar ja, dat is standaard. En dan wordt ze, in een vraag, en zegt ze ook nog, ik word uitgenodigd. Gooi even frikandellen. Ze nodig er zelf uit hoor. Het is gewoon echt een... Dat zie mij een... Ja, die staat hier. Ja, nee, we zoeken mij ineens erbij. Nou, daar heb je de twee hoor. Ja. Zijn broers. Bon appetit. Maar het is een jonge lullen. Dank je. Ja. Een klein isje. Ja, maar Emma, vertel wat. En wat doe je nog meer in je dagelijks leven dan, dan alleen maar stom ouwe hoeren? Ik stom ouwe hoeren. Nou, waar je mee omgaat, word ik mee besmet. Of niet? Nee. Of niet? Nou, ik ruk en dan blijf ik erop spugen. Net zolang dat. Ja, er komen daar dan geen blaren op, toch? Nee. Moet je die vogels eens horen, jongens? Wow. Heerlijk. Het is toch even fijn om al die vogels te horen. Maar moest kijken hoe Linda dit mooi heeft gedaan, hè? Lekker weer een beetje kortkoppie. Mag niet klagen. Heerlijk. Maar ik ga wel deze vlog weer erbij lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Even een korte vlog, maakt niet uit. Ik zou zeggen, doe dan eventjes hier abonneren. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.